부탁해. Proclamaat. De gouverneur aan de slavenbevolking in de kolonie Suriname. Het heeft zijn majesteit, onze geëerbiedigde koning, behaagd den dag te bepalen waarop de slavernij in de kolonie Suriname voor altijd zal zijn afgeschaft. Op den late juli 1863 zijt gij vrij. Otro, yo no va a hablar, fue una otra, no alas.
als voormalige kolonie is de nepende vraag voor Suriname steeds meer: zijn wij reeds volledig geëmancipeerd? Met andere woorden, zijn wij ook vrij in ons denken, in ons doen en ons laten? Hebben wij ons geestelijk en cultureel maatschappelijk reeds volledig bevrijd? We zijn hard op weg als samenleving. Wij worden steeds bewuster van onszelf en dit bevrijdingsproces heeft een versnelling in zich en vordert met de jaren en de generaties natuurlijk gestaag. Walo kulturu grupo, baby grupo, ya tradisi nang kulturu. That no good. En alla de jari, u libi vreedzaam en harmonie gecoördineerd nang usere. Maar de laatste tijd, we zien dat van toma en me gwan to verkiet. En mi wan roep op, me kon horen, zullen ik van benden, want uno no abi behoefte na spanning, religieus, cultureel, maatschappelijk en noem maar.